Haagje 73-80. Wat vond jij van deze wedstrijd? Niet zo best, zoals ik net al zei tegen je. Nee, het was geen goede wedstrijd van onze kant. En ja, niet dat je moet zeggen terecht verloren, maar ik denk dat we vandaag het niet verdienden om de wedstrijd te winnen. Nee, waar ligt het aan? Want donderdag vond je het eigenlijk ook niet zo'n beste wedstrijd. En die win je dan met een 20-2 runde, om het zo moeten zeggen. Maar waar ligt het aan? Is het gemis van Mikkelauskas, is dat het enige? Nee, dat zeker niet. Ja, donderdag komen we nog mee weg tegen een team als Den Helder. Dan maken we nog even inderdaad een run waardoor we echt voorkomen te staan en dan, toen was het klaar. Vandaag bleef die run uit. De tweede helft kwamen nog even ietsje terug. Maar toen scoorden zij weer een paar makkelijke ballen, een paar makkelijke aanvallende rebounds. We hadden gewoon te weinig momentum vandaag. En dat hoort een beetje bij ons spel dat we momentum moeten hebben. Een paar runs waardoor we uit kunnen lopen. En dat bleef vandaag gewoon uit. Ja, jij begon er met de tweede helft nog wel even fanatiek aan te trekken. Met meteen 7 punten van de eerste 9 of zo. Ja. Daarna viel het voor de rest als team viel je ook stil. Ja. Waar wachten we op eigenlijk? Wat is het wachten tot het weer gaat lopen? Moet er iemand opstaan? Of gaan we gewoon woensdag lekker de Europa Cup spelen en spelen we weer een fantastische pot? Het was ideaal geweest als iemand was opgestaan vandaag. Dan hadden we waarschijnlijk gewonnen. Maar dat gebeurde niet. En op trainingen moeten we gewoon misschien weer wat harder aan de bak. En moeten we weer even in de flow komen. Daar zitten we nu duidelijk niet in. En je zegt training harder aan de bak. Train je niet hard genoeg voor elkaar? Misschien de laatste een beetje rommelige 2 weken gehad. Dan kan je spelers weg natuurlijk. Ja, niet als excuus, maar dus we moeten gewoon weer even op trainingen flink aan de bak. En dan denk ik dat zich in de wedstrijden wel uit gaat betalen weer. Ja, precies. Dus het is jammer van deze wedstrijd dat die verloren wordt. De eerste thuiswedstrijd die verloren wordt in de B-Nex League. Dus wat dat betreft dan nog een unicum, weliswaar een wat minder positief unicum. Mm-hmm. Maar goed, we gaan gewoon weer vrolijk verder zou ik zeggen. En, daarom. Op naar Duitsland. Ja, zeker. Dat wordt ook weer een leuke pot. En verder in Europa. Dus dat is mooi. Ja, precies. Het is in ieder geval weer 6 extra wedstrijden. Zeker. Kunnen we ook alleen maar weer van leren. Dus, ja, precies. Wel een beetje extra veel belasting. Want het moet ook nog gebekerd worden. Het wordt wel een druk schema. Ja. Ik hoor al met alle wedstrijden die moesten worden verplaatst en zo. Dus wordt druk. Maar daarvoor spelen we basketbal om wedstrijden te spelen. Hey, iedere basketballer wil er liever spelen dan trainen. Ja, zeker. Dus wat dat betreft zit je goed dan. Daarom. Herman, welkom. Gefeliciteerd met de overwinning. Ik denk een goede overwinning voor jezelf, voor de ploeg. Wat vond je zelf van de wedstrijd? We begonnen gewoon heel matig. We staan er gelijk 9 achter. En bij rust staan we met 10 voor, dus hebben we 19 punten run. Nou, en dat was het denk ik wel een beetje, een wedstrijd van runs. En ik vond ons slordig op het eind. Maar voor de rest vond ik een goede overwinning. Ja, precies. We hebben een paar weken geleden uit verloren bij Amsterdam. En dan hebben we deze wel teruggepakt. Wel weer goed gemaakt. Ja, precies. Want het is ook belangrijk denk ik dat Mike Schilder weer speelde voor je ploeg, want die heeft ook een tijdje niet gespeeld. Of een tijdje? Het hele seizoen nog niet, geloof ik. Die heeft er niet meegedaan. Nee, precies. Want die kwam weer terug. Van Oostrum, is die al in de buurt om te kunnen spelen? Ik zag hem nee. En Bart van Schaik deed niet mee vandaag. Jeroen de Vries, Jeroen Oude Arnhem had maandag de neus gebroken. Dus we begonnen met Niek. Mm-hmm. Nou, die deed het van de week wel goed, zag ik. Ja, die heeft van de week goed gespeeld. En uiteindelijk was dit ook wel wat te verwachten dat dit zo weer zou gebeuren. Uiteindelijk denk ik gewoon prima resultaat als ploeg. En ik denk dat Mike ons enorm helpt. Ja. Als je nou moet zeggen van joh, daar lag nou de key in de wedstrijd op tactisch gebied. Waar denk je dan dat het verschil in heeft gezeten? Oh nee. Wat ik vooral vond is dat we bij 9, 8, 14, 5 is dat we er weer in klauterden. En dat we een paar plays maken en dat we de controle wat terugkregen. En eigenlijk verliezen we dat in het derde kwart ook wel weer. En van mij hebben we 9 keer balverlies in de tweede helft. Ja, haal dat weg, dan heb je weer een hele andere wedstrijd. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een goed resultaat is voor ons. Ik denk dat onze inside spelers prima wedstrijd hadden. En ik denk dat Mike terug geeft ons de nodige energie. Dat maakt echt wel gewoon extra balhandler erbij. Ja, precies. Want dan kan je ook weer wat klimmen op de ranglijst als je natuurlijk wat bredere ploeg hebt. Hey, de ranglijst, dat is allemaal wel. Hè? Ja, dat is ook een beetje vertekend. Hè? Inderdaad. Geen touw aan vast te knopen. Nee, precies. Geert, welkom. Eerste competitie-nederlaag in de B-Nex League in eigen huis. Wat vond jij van de wedstrijd? Om een open vraag erin te gooien. Ja, maar wat vond ik ervan? Ik wens ze natuurlijk liever. Ik win de wedstrijd natuurlijk liever. Ja, oké, maar goed, dan wil ik vragen waarom winnen we hem niet? Ja, oké. Laten we beginnen met ik weet niet wat Marijn heeft gezegd of wat coach Van der Belt heeft gezegd. Maar laten we beginnen met het feit dat Zwolle een goede ploeg is. Ze speelden super fysiek.
We waren goed voorbereid. We hebben natuurlijk ook 3 weken kunnen voorbereiden. Belangrijke spelers zijn terug, dat is besproken. Dat als eerste. Ja? Dat is de frictie die we moeten overkomen. Tweede. Ik heb het al een beetje aangekaart, de agressiviteit waar zij mee spelen, konden wij niet matchen. Het komt eigenlijk op 1-1 situaties aan. Ja? Natuurlijk als coach, tactisch gesproken, neem ik een paar van die 3 punters op mijn petje. Ja, en dat komt hoe wij verdedigen. Oké. Aan de andere kant komt het op 1-1 situaties aan. Maar dat is ook een resultaat van iets. Dat is niet zozeer het beginsel of de basis. Dat is een resultaat van hoe wij trainen de laatste tijd. En dat is weer een resultaat van hoe de coach dat aanvliegt. Dus, het is een opstapeling van 3 dingen. Hoe ik de training voorbereid kennelijk, hoe wij trainen. Dat resulteert in niet agressief spel. Veel turnovers, veel met een soort instelling van dat gaan we nog wel redden. Dat soort dingen. Dus dat heb ik de spelers ook gezegd. Het is niet hun fout. Dit is een resultaat van dingen die daarvoor gebeuren. En dat begint bij mij, dus dit is, het was gewoon niet best. Maar het zat eraan te komen. Hè. 2 dagen geleden speelden we alsof we het een en ander al gewonnen hebben. Vandaag speelden we zo, niet de eerste 4 minuten, maar de laatste 36 was niet om naar huis te schrijven. Maar nogmaals, dat is een resultaat van dingen die ervoor gebeuren en dat begint bij mij. En dat heb ik net ook de spelers gezegd. Morgen reflecteren van hoe en wat we gedaan hebben. Maandag trainen en moeten weer terug naar hoe we trainden. Ja, 2 maanden geleden. En dat hebben we al een tijdje niet gedaan. En dat, nogmaals, laatste keer dat ik dat zeg, begint bij mij. Ja, maar waarom komt dat dan? Ik bedoel, dat zeg ik, dat begint bij mij. Ja. Ik moet een betere job doen, hoe heet dat? Betere voorbereiding. Beter, weet ik niet. Beter de trainingen aanvliegen. Dat we beter op wedstrijdniveau trainen, wedstrijdintensiteit. Nogmaals, dat is het. Ja, precies. Ja, goed, het is niet anders vandaag. Dus hopen dat je de ploeg weer in de rails krijgt, op de rails krijgt. En dat we gewoon een goede Europa Cup wedstrijd gaan krijgen. En dat we in het Nederlands vervolg, van de B-Next League, gaan weer het basketbal van het begin van het seizoen krijgen. Nou, begin van het seizoen eigenlijk. Het is een beetje ingeslagen. En nogmaals, allemaal een beetje vlak. Het is een beetje ingeslagen, niet zozeer het begin van het seizoen. We hebben echt 3 maanden wel goed basketbal gespeeld. Ja. Maar die intensiteit van het begin moeten we terugkrijgen. Dat moeten we forceren in de training. En dat is ja, ook deels lastig. Volgens mij liep ik net naar boven, hoorde ik het einde van wat je met Marijn aan het bespreken was. We hebben geen excuses, ja? Daar gaat het niet om. Het begint allemaal bij onszelf. Hoewel er mogelijkheden zijn om tientallen excuses aan te dragen, willen wij dat niet doen. Ik zal dat ook intern bespreken, kijken of we dingen beter kunnen aanvliegen. Dat wij, zoals jij zegt, beter kunnen voorbereiden op de wedstrijden die gaan komen. Als eerste Bayreuth. Ja, precies.